Woensdagavond speelde Laren in Amsterdam de derde en beslissende wedstrijd voor een finale plaats in de play-offs. Laren begon sterk op eigen veld en na 10 minuten stond de 1-0 dan ook op het scorebord dankzij een goal van Kim Lammers. Amsterdam zat al niet lekker in de wedstrijd, maar de achterstand bracht daar geen verandering in. Er werden te veel onnodige fouten gemaakt die Laren genadeloos oppikte. De 2-0 Kim Lammers en de 3-0 Julia Müller werden nog voor de rust bijgeschreven door de thuisploeg. Terwijl de avond viel bij de druk bezochte wedstrijd, ging Amsterdam hoopvol de tweede helft in. Deze hoop vervloog echter snel toen Laren nogmaals sterk opende. Ondanks een aantal goede kansen voor de Amsterdammers kregen ze de nul maar niet van het scorebord. Laren was dan ook de terechte winnaar en heeft laten zien dat het spannend gaat worden in de finale. Nou, ik denk dat we in de eerste wedstrijd eigenlijk het hebben weggegeven. Toen waren we niet scherp, we zaten niet goed op de man. We waren met afvallende ballen allemaal net te laat. Onze press stond niet goed. Ondanks dat hebben we toch nog wel wat kansen gecreëerd. Zij hebben toen counterhockey gespeeld en die kansen hebben ze heel goed benut. Echt goede effectiviteit. Maar ik denk de tweede wedstrijd was met name voor ons. We hebben vol druk gezet en waren wat scherper. We hebben kansen gecreëerd en ook echt benut. Ja, en vandaag eigenlijk weer. Iedereen was scherp en de achterhoede stond helemaal goed. Goed voor een man. We zijn eigenlijk nauwelijks gevaarlijk geweest. Ja, we kwamen natuurlijk al snel op voorsprong. Dus dat is dan altijd heel erg lekker. En ja, we hebben gewoon de hele wedstrijd eigenlijk gedomineerd, vond ik. De tweede helft kiezen moet opzetten voor een veel lange ballen te spelen en dan maar snel weg. En het werkte wel. En dan merk je dat je toch nog zoveel ballen afpakt en toch nog heel veel aanvallen hebt. Maar grote nog kansen. Een paar, dus grote kansen, bijna ja, goals. Ja. Dus super gaaf. En nu. Met een goed gevoel. Ja. De finale lijkt me zo. De hele tijd moeten wachten, maar eindelijk is die finale dan toch. Dus, superleuk en echt als team gedaan en helemaal verdiend. Dus.